approaching our base. Mike en Tessa, vandaag spelen we een potje Safeguard op de map Nuketown. En we gaan spelen met de Refill Submachine Gun, omdat dat ding echt pro, maar ook echt super pro. Dus jullie weten niet hoe pro dit is, ik ga daarmee spelen. Ik weet niet of het goed gaat, want altijd als ik ga opnemen gaat het altijd slecht. Maar hopelijk kunnen we nu wel goed staan. Vergeet natuurlijk even niet je blauw duimpje omhoog achter te laten, natuurlijk helpt me enorm. Als we 60 likes kunnen halen, vind ik dat helemaal mooi natuurlijk. Dus, om te beginnen heb ik op mijn Weevil Long Barrel en Grip staan. Long Barrel natuurlijk omdat het een submachine gun is en dan iets verder kan schieten. En de Grip is natuurlijk om de recoil, dus de terugslag, te bedwingen, laat maar zeggen. Als perks heb ik Flak Jacket en Sixth Sense. Flak Jacket natuurlijk om granaten tegen te houden. En Sixth Sense om enemies op de minimap te zien. En Scavenger en Fast Hand. Scavenger is natuurlijk ammo op te pakken. Omdat er best wel veel ammo in het wapen schiet, schiet je ook heel veel ammo er heel snel uit. En hier ga ik dood door een kutbullshit dead. En als perk 3 heb ik natuurlijk, wat heb ik aanstaan? Als perk 3 heb ik, even snel kijken, Blast Press aanstaan, dat was het. Ik kon even niet meer op de naam komen in ieder geval. Maar, ik speel met de Strix UAV, Counter UAV, of UAV, Freight en de Hater. Ik had het eventjes aangepast. Maar, we spelen op het Safeguard, dus het kan lekker lang duren. Maar we moeten wel even goed gaan, jongens. Kom op. Niet van deze kutdes halen, omdat ik gewoon misschiet. Want in die potje hiervoor had ik 88 kills. Non-lethal. Dus ik wil dit potje dat ook wel halen. Maar nu moeten we even ons best gaan doen, jongens. Kom op. Ik weet dat we dat kunnen. Oh, ik ben out of area. Ik ben out of combat en ik kon niet terug, omdat ik fucking geen jetpack boost meer had. What the fuck, hé. Hey? Wat een kutzooi. Wat een dikke kak. We gaan even hier liggen. Toch maar niet. Gewoon hier staan. Dit is echt een hele fijne headglitch. Als je bijvoorbeeld deze game mode speelt. Let's go. Zoals je natuurlijk weet komen ze allemaal op die robot af. En spannen ze in deze game mode ook alleen maar op dezelfde plek. Dus ik weet het. Het is gay. Maar als je ziet, als het goed is, spannen ze daar gewoon. Heel de tijd. Dus kunnen we. Als we willen, ze gaan spantrappen. Oh shit, hoe kan ik hier nou doodgaan? Wow, what the fucking bullshit, jongens. Kak. Eén wat ik erop kan zeggen. Jij zit daar te campen. Oh. Altijd in Nuketown daar moeten ze daar campen. Altijd, altijd, altijd. Ik snap niet. Dat is gewoon een must-have in Nuketown. Campen in dat bovenste huisje in ieder geval. Holy shit, dat heb ik dit overleefd. Woe! Kijk, aan mijn site. Ik ga hem niet inroepen, want zou je zien, er is een robot al bijna bij een span. Dus dan ben ik mijn site kwijt. Dus ik wacht gewoon lekker tot de volgende ronde. Ik ken nog wel even wat mensen. Nee! Niet! Fucking. Kom op, jongens. Het mooie is, als het nou even gelijk wordt, dan krijgen we een overtime ronde. Waardoor ik moet zeggen, nog langer duurt. Let's go. Kijk, kijk, kijk. Ze spannen gewoon hier. Dan spannen ze weer hier. En dan komen ze. 3, 2, 1. Ja hoor! Ah, ik ben dood. Shit. Dit bedoel ik dus met Safeguard. Het is best wel gay om zo te doen, laat maar zeggen. Maar, voor deze ene keer doe ik het gewoon om even aan jullie te laten zien. Punt 1, hoe shitty de spawns eigenlijk zijn. En hoe de Weevil speelt. Want ik ga op dit moment niet altijd lekker 24 om 9. Maar, dat komt natuurlijk omdat ook Safeguard is en de enemies ook heel erg op afrennen, laat maar zeggen. Want deze game mode is voor competitive spelers of voor objective spelers, beide gewoon heel goed te doen, want je kan heel makkelijk
als jij, laat me zeggen, wil dit potje winnen. Want als jij eenmaal achter je robot aanloopt, loopt hij gewoon als een speer zo deze enemy checkpoint in. Of jouw eigen checkpoint, ligt er maar net aan hoe de enemies spelen. Mochten de enemies nou... Oei, cheeky little headshot daar. Oei, kut. Mochten de enemies nou gelijk dus gelijk maken nu, dan krijgen we een over hoe heet dat? Overdrive ronde, geloof ik. Of een extra bonus ronde, om dan te bepalen wie er gaat winnen. Mocht het dan weer gelijk worden, dan krijg je nog een ronde voor de enemy natuurlijk. Want iedereen moet wel een gelijke aantal ronden hebben, anders dan kan ik gelijk winnen als ik gelijk met mijn team bijvoorbeeld dat ding inloop. Maar ik ga even mijn site unlocken. Niet gelijk ook dan. Het zal echt heel shame zijn. Snel hierheen. Hem killen. Hem killen. Kut, hij is weg. Nee, en de spannende daar. Ik wist het al niet meer. Shit. Ik wist dat ze daar uit gingen komen, jongen. Holy damn. Ah. Als je gevoel eenmaal zegt, moet je ook gewoon naar je gevoel luisteren. Als je de spans een beetje goed kent en beheerst, weet je natuurlijk dat ze daar gewoon gaan spannen. Want als jij daar... Ah, als je natuurlijk de hele tijd in die span aan het schieten bent, is het wel een beetje logisch dat ze op een gegeven moment aan de andere kant gaan spannen. Want zo logisch is Call of Duty dan ook wel weer. Call of Duty niet al te vaak logisch, maar op dat soort momenten wel. Dus dat is op zich dan wel een... pluspuntje. Zo, ik ram daar even je nek. Hij gaat naar boven. In je rug, vriend. In je rug. Haha. Altijd leuk om iemand in zijn rug te rammen. Even serieus. Ik vind het wel leuk. Gewoon een leuk elementje eraan toegevoegd natuurlijk. Oh shit. Hij heeft de Tempest, hij heeft de Tempest. Ah, jongen, jongen, jongen. Ik heb natuurlijk geen stylussen aanstaan. Shit. Ze konden maar gewoon zien wat ik even helemaal vergeten. Maar de robot komt nou best wel dichtbij eigenlijk, jongens. Dus gaan we nu even iets defensiever spelen. Dus gewoon op ons af laten komen. Kom maar. Hij zit boven ons. Hij zit boven teammates. Rot op. Teammate! Woe! Oh my god. Met die met die blokte me daar. Niet spantrappen. Jij mag er niet spantrappen. Nu worden we gespantrappen. Nu gaan wij gespantrappen worden. Let maar op. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Laat ze maar scoren. Laat ze maar scoren, teammate. Dan zijn we in ieder geval uit de span. Je moet gewoon gelijk jumpen als je nu spant eigenlijk. Let's go. Dat is de teammate. Bye bye. Oh, ik sprong gewoon over die kerel heen. Ik sprong gewoon over hem heen. Woe. En ze hebben gescoord. Oké. Het is nu 1-1. We staan 47 om 17. Wat er nu gaat gebeuren, ze krijgen een overdrive. Ik weet even niet hoe het heet. Dat is natuurlijk in ieder geval nog een ronde. Die ervoor zorgt dat wij nog twee keer in de weer kunnen spelen. Dus het wordt een lekker lange video. Kijk, oh ja, overtime. Dat was het. Niet overdrive, maar overtime. Kijk, nu hebben wij dus nog één keer kans, gewoon 5 minuten de tijd om dus te scoren. Doen wij dat in 2 minuten, moeten de enemies in 2 minuten tijd scoren. Doen ze dat niet, hebben wij gewonnen. Zo werkt het. Kijk, nu hebben we gewoon 5 minuten op de klok. Wat inhoudt dat de enemies moeten defenden. Lukt dat de enemies, hebben we dadelijk hun ook nog 5 minuten. Lukt dat niet, scoren wij in 1,5 minuut. Dan hebben de enemies maar 1,5 minuut de tijd om te verslaan. En hier ga ik weer dood. Dus dat is kut. Ik ga nu echt bullshit deaths pakken, jongens. Echt irritant. Teammate, wat doe je? Wauw, man. Hij wordt in zijn rug beschoten en dan reageert hij nog niet eens. Ik spring over iemand heen. Lol. Mijn haar goed snel goed doen. Dat is kut, jongen. Ik ben net wakker. Ik ben net wakker. Is mijn haar altijd zo kut? Ken je dat? Let's go. Ah, oh, we gaan nu echt alleen nog maar bullshit deads krijgen. Geloof mij nou maar. Dat is een mooie dropshot dit. Ah, oh, 2 man. 3 man zelfs. Haha. Wauw, hé. Ja, dit...
Hier zorgen mijn teammates echt voor, hè? Letterlijk. Nu geef ik mijn teammates de schuld, maar het is ook gewoon zo. Mijn teammates veroorzaken dit. Door niet met die kutrobot te gaan lopen. Ik kan het zelf ook wel doen. Maar. Oh, ik haat die stun zo erg in dit spel. Echt ongelooflijk. Ik vind dat ze gewoon in een Call of Duty helemaal geen boost moeten brengen. Zo zit bijvoorbeeld een stun of iets. Want dat is echt gewoon een dikke kak. Het is gewoon pure stront eigenlijk gewoon. Maar ja. We hebben wel veel deaths. Maar we gaan wel lekker. Maar we hebben nog geen enkele keer onze streams überhaupt gehaald. Dus GG. Maar het ging daar ook niet om dat we onze streams halen. Hè? Het ging erom dat we de Weevil gingen. De Weevil gingen testen. Ik vind het zelf wel persoonlijk een chill wapentje. Ik weet niet wat jullie ervan vinden. Als je er nog niet mee hebt gespeeld. Ach, fuck off met je kut tempest. Echt waar hoor. Ik weet niet of jullie er al een keer mee hebben gespeeld. Als je er mee hebt gespeeld, laat me natuurlijk even in de comments weten. Laat me dan ook gelijk even weten welke attachments jullie er chill vinden. Zoals ik al zei natuurlijk, ik heb net mijn attachments gegeven. Als je dat chill vindt om mee te spelen, gebruik het lekker. Want wie weet, ga er wel gewoon super, maar ook super lekker mee. En denk je van, wat een kutte tijd met Chesto. Ik heb veel betere. Laat het me weten. Dan ga ik er misschien ook een keer mee spelen. Dan kan ik altijd misschien nog een keer een video mee maken. Je weet niet. Let's go. Ik ga niet challengen, want... Toch wel. Laat maar. Joh, altijd zo'n geluk hebben jaar, hè. En al die mensen die dat doen, jongen, holy shit. Je hebt altijd zo'n geluk. Met glitch, met glitch, oh! Sliden in dit spel is by the way echt heel chill. Dat kan je zo vaak redden van dit soort benarde posities. Kiekeboe. Ik kan mij eens ongevallen, gek. Hoi, yo. Niet weggaan. Draai om! Waarom? Wauw, dit is ook bullshit. Een M8 tegen een SMG op short range en ik word goudgund. Hey, GG man. Hey, Kot. Goed gedaan, jongen. Echt, dit slaat echt op pure stront. Kom op, we moeten hierna gewoon nog één hele ronde. We moeten hierna nog één... Hele fucking ronde en we zitten al 13 minuten. Holy shit, dat is echt niet gezond gewoon. Let's go. Hoe gaan we? We hebben 72 kills, let's go. Wat? Echt, dit soort deaths. Dit is dus het kut aan deze gun. Hij kan niet zulke lange ranges aan... Waardoor hij echt heel veel damage verliest, maar wel gewoon hitmarkers krijgt, weet je. Maar we hebben hier nou nog één ronde. Die gaan we ook gewoon proberen te benutten. Wauw, weer die kut M8, jongen. Die kreeg ik net ook tegen me, het vorige potje. Wauw, en weer die M8. Ik ben final kill waarschijnlijk. Maar, we zitten nog met 3 mensen in het team, dus dat is lekker. Wat ik wil proberen een 100 plus te halen, jongens. Als we live 100 plus halen, kan het wel mooi zijn. Oh, hij heeft echt een mooie emblem, jongens. Kijk even links onderaan. Black Ops 3 server zijn... Omdat de server gisteren 2 keer uitvloog, heeft dit emblem gemaakt. Ja, creatief. Ik mag ook niet zoveel zeggen, want ik heb hij in mijn dinges. Van, hallo, niet hij van Blow of zo, maar... Ja... Zo kan je ook een Clantic of een emblem maken, jongens. Zo kan het ook. Ja, nee, ik heb geen concentratie meer. Echt, fuck my life. Fuck my life. Even... Ah, fuck off, man. Echt waar, I'm done. Let's go. Ik word gestunt. Voor mij gooide hij die stun. Maar laat ze maar snel winnen, want dan is het potje afgelopen. Kijk maar, ze zijn er al bijna.
We zijn er al bijna. Laat ze maar komen. Oh, we gaan geen 100 plus halen. We moeten nog 17 kills. Nee, hier. Het is afgelopen, jongens. We hebben... Of moeten we nou... Nee, we moeten geloof ik niet nog een ronde. Als we nu nog een ronde moeten, is echt heel raar. We gaan wel zien. Ik ben de tweede keer fijn kill. Maar we hebben sowieso wel echt een lekker potje neergezet. Moeten we nou nog een ronde? Dat vraag ik me af. Nee, we hebben... Geen ronde meer nodig. Dus mocht je nooit even deze video laten of je blauw duimpje omhoog, achter natuurlijk 60 likes helpt mij enorm. En hoop jullie leuk te zien bij de video van morgen. Dus bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer, mensen. Later.